Een nieuwe game is net een keer. Ja, zat ik echt nog te kutten. Dat is juist wel leuk. Dat ik ja, zo ook. Okay. Ja, boeien. Doe nog een keer met iets. We kunnen ook weer een keer een blooper voor het. Ja, dat is zo. Een nieuwe game is net Gear. Ja, Peter is ziek, dus ik neem het lekker over met Tom. En we hebben hier iets heel moois staan. Jullie zien het allemaal. Oh, we zien allemaal voor wie dit gemaakt is. Maar oh, nu moeten wij hem doen. Peter vroeg hem aan. Peter zei van, oh, ik wil wel de Cloud 2 reviewen. Doe mij maar die witte met roze versie. En supermooi. Toen zei hij, hey, ik ben ziek, dus jullie mogen hem lekker reviewen. Ja. Thanks, Pete. Het is de HyperX Cloud 2 headset. En ja, eigenlijk een eerste vraagje. Voor welke doelgroep is dit bedoeld? Het is een vrij veelzijdige headset die duidelijk wel een beetje richting de e-sports spreekt. Want het is interessant. Voor €100 heb je een headset die eigenlijk heel degelijk is in geluidskwaliteit. Waarover later meer. Maar dit is echt, de prijskwaliteit is heel goed. En het is gewoon duidelijk dat dit een beetje zich toespitst op de online gamer. Je hebt een microfoontje erbij waar je wat noise cancellation op hebt en zo. Maar het is duidelijk voordat je lekker in een game, Counter-Strike, Go of zo, dat je dan lekker kunt communiceren. Het is echt voor die LAN e-sports mensen, denk ik zo. En voor YouTube-filmpjes of iets met opnemen is het niet Nee. Wat het natuurlijk altijd is met als een headset een microfoon heeft, dat zijn natuurlijk al heel vaak bij gaming headsets. Vaak zijn dat prut microfoons. Als je echt iets wil praten, als je echt een voice-over in wil spreken, koop lekker een condens. Koop even een goede microfoon. Ja. Maar voor online games is dit heel vet. Het is overigens ook een 7.1 headset. Ja. De Cloud 1 was eigenlijk een stereo headset. En dit is dus weer een headset waarbij het veelgebruikte Virtual 7.1 ingeschakeld wordt. Is het een beetje te merken? Want ja, weet je, je hebt natuurlijk maar twee dingen op je oren. En 7.1 heb je vaak natuurlijk heel meer om je heen staan. Ja, nee, het is... Dus het is, hoe is de beleving daarin? Eigenlijk, het kan alleen op PC en op Mac heb je het tussenstukje. En dan kun je dus op 7.1 drukken en dan gaat die het geluid wat je hebt, gaat die upscalen naar 7.1. Okay. Ik merkte dat het daar iets helderder van werd. In de meeste, als je een filmpje kijkt of een muziekje luistert, hoor je het niet echt veranderen soms. Maar je drukt het in, het is allemaal iets scheller, iets helderder. Ik heb niet het idee dat het helemaal om me heen zit. Veel gevallen is het gewoon beter zo. Ja, maar dat realiseer je natuurlijk toch niet met zo'n headset. Daar heb je gewoon boxen voor nodig en wat meer subwoofers. Ja, of een headset met echt 7 speakers erin. Ja, dit is precies, dan virtueel. Ik heb dan niet het idee dat het echt achter me zit. Of in ieder geval niet meer dan het met een normale stereo headset zou doen. En dat is ook... Ik heb hem dan zeker wel even gebruikt en dan dacht ik toch telkens weer als ik naar dat 7.1 switchte van nee, terug, want het voelt allemaal net iets voller en allemaal net iets degelijker aan in gewoon stereo dan want het 7.1, dat... Ze proberen het na te bootsen, maar het is vrijwel onmogelijk. Het is een smaakkwestie. Je hebt sommige mensen die zeggen van ja, ik hoor wel echt dat iemand me nou besluit en dan hoor ik niet op stereo. Ja, dat kan. Ik had gewoon het idee van zet het maar lekker uit, want het geluid komt gewoon voller over. Misschien is dat voor e-sport gamers juist wel net zo'n dingetje. Dus ja, met 7.1 net iets meer die geluiden om je heen hoort, net iets meer achter je of net iets meer sluipgeluiden. Ik denk dan altijd aan dat barbershop filmpje, weet je wel, op YouTube kun je barbershop iets invoeren of zo. Dat je gewoon met een stereo headset hoor je dan ook allemaal dingen al om je heen. Dus dan denk ik van ja, weet je, waar hebben we die virtuele 7.1 voor nodig als stereo dat ook al een beetje doet. Misschien wat ik overigens wel, dat is sowieso een marketing dingetje. Waar ik wel op in wil haken is dat het geluid wel echt heel degelijk is. Je hebt, je betaalt een €100 hiervoor, je hebt twee drivers erin zitten, links en rechts. Duh. 53 mm. En het zijn best wel voor de prijs echt hele volle drivers met echt veel vol geluid. Ik heb zelf een Cave XTD stereo. Ja. Iets duurder headsetje, komt iets meer bas doorheen naar mijn idee. Maar dit is ook echt heel helder geluid voor de prijs. Ik heb tot dusver denk ik dat er niet heel veel is wat rond deze prijskategorie ook zo vol geluid kan leveren. En hoe uitgebreid zijn de instellingen daarin? Kun je heel veel instellingen aanpassen? Om het geluid te vervormen of het geluid helder te krijgen? Nee, dat moet je echt met je eigen geluidskaart of je moederbord doen. Want het is eigenlijk, je kunt het ook gewoon zonder de console gebruiken. Het is een USB headset, maar je kunt ook gewoon die 3,5 mm jack. Dus ja, want het hij is zonder ook... drivers of zo. Ja, oké, maar hij is ook voor de PlayStation 4 en Xbox One te gebruiken. En daar heb je dus die jack voor nodig. Ja, of op je mobiel. Dan kun je ook natuurlijk altijd nog de dingen afhalen. Ja, wat vet. Maar dat vind ik serieus. Voor €100 heb je een gamer headset die wel echt super veelzijdig is. Want je kunt hem aansluiten op je mobiel. Hij werkt op PC, Mac, PlayStation 4 en Xbox One. Ja, voor Xbox One heb je dan wel de adapter ervoor nodig. Of de Elite controller. Dat is dan wel weer jammer. Maar voor €100 heb je wel een headset die eigenlijk
overal bij past. Sterker nog, je krijgt er ook een travel case ja, bij. Ja, daar wilde ik inderdaad over beginnen. Er zitten er meer accessoires bij. Ja, je krijgt een travel case. Je hebt nog nieuwe earcups. Wat in deze... dit zijn stoffen earcups. Oh, ja. En daar heb je leren earcups. Nou ja, sowieso, het is wit, dus het gaat snel vies worden waarschijnlijk. Ja, dus dat is handig dat je dan een extra paar hebt. En je krijgt gewoon voor in het vliegtuig. Dit vind ik wel echt... bizar. Dit zijn leuke extraatjes. Er zijn toch heel veel mensen die een headset... Zeker omdat je de microfoon eraf kan halen. Daar heb ik al de hekel aan bij headsets. Van, hey, Als dat niet kan, dan ga ik niet meer over straat lopen. Nee, precies. Niet met zo'n grote microfoon erbij. Nee, precies. Het voelt misschien een beetje gimmicky of zo. Maar dit is juist super handig. En zeker ja, als je hem gewoon mee wil nemen. Als je vaak vliegt of af en toe vliegt of weet ik veel op reis gaat. Bam, je neemt hem gewoon mee. Hup, in het vliegtuig. Ja, echt. Ja, natuurlijk, zo'n ding kost ook echt 30 cent voor hun om erbij te maken. Dus niet dat het echt belovenswaardig is. Het is wel gaaf dat je voor 100 euro krijg je wel echt een van de meest veelzijdige headsets. Hij klinkt gewoon goed. Er zit een microfoon op die echt wel degelijke noise cancellation heeft. Ja, mits je in ieder geval wel die USB-adapter erbij klapt. Dat 7.1 is een smaakkwestie. Maar je krijgt er gewoon, voor de prijs krijg je zo ontzettend veel. En dan ook nog eens een keer... In wat ik toch best wel een degelijke behuizing vind. Alles voelt best wel premium aan, mooi leer. HyperX, weet je wel, erop gebraid. Ik vind hem inderdaad ook vrij stevig aanvoelen. Ik heb sommige headset dat ik denk van, oeh, het is wel heel cheesy, heel cheap gedaan. Ja, vaak is het plastic. Ik praat nou trouwens ook anders, want het is de oorschelpen zijn gewoon echt best wel aardig. Oh, en dit vet. Ook met leer. Passieve noise cancellation, dus je hoort jezelf weliswaar iets minder. Maar gewoon dat leer, het feit dat er mooi metaal in is verwerkt. Heb je nog een kleine kanttekening? Je bent best wel positief natuurlijk, maar is er iets waarvan je zegt van dat iets nou, beter gekund? Ja, kijk, dat 7.1 vind ik altijd denk ik van hou maar op, ik hou het lekker op 2.0. Maar nee, er is weinig echt op aan te merken. Je zou kunnen zeggen van sommige afwerking dingetjes zijn net iets te veel plastic. Die travel case is nou ook niet echt helemaal hoogwaardig of zo. De microfoon is inderdaad dat je denkt van, nou ja, je zou er geen commentary of zo mee moeten doen, maar voor in een multiplayer potje is het vrij degelijk. Ik vind hem ook niet heel fraai of zo. Nou, het is het enige stukje waar grijs aan zit, zeg maar. Oké, okay, dat misschien... Het is misschien een smaakkwestie. Maar nee, voor de prijs, en daar wil ik echt benadrukken, er zijn natuurlijk heel veel betere headsets voor vele grotere bedragen. Ja. Maar voor de prijs is dit echt een hele degelijke keuze en geen zorgen mensen. Je hebt hem ook gewoon in het zwart met zwart en in het zwart met rood. Kijk. Dus het hoeft niet alleen maar deze, Peter smaak te zijn. Nee, precies. Dat is in ieder geval... Positief om te horen. Hou hem in de gaten. Ja, als je op zoek bent naar een headset die veelzijdig is voor een degelijk prijsje, de HyperX Cloud 2 is echt gewoon heel... Het is echt een prima headset. En ja, je vraagt aan kanttekeningen, ja... Het is... Voor de prijs-kwaliteitsverhouding is niets meer, niets minder. Nee, het is precies wat je verwacht. Je kunt het overal voor gebruiken. Het is echt... Lekker veelzijdig. Hou hem in de gaten als je op zoek bent. Roger that.